zijn hier in Brussel, waar we staan voor het Directoraat-Generaal Handel van de Europese Commissie. En we zijn hier om te demonstreren tegen de onderhandelingen die de Europese Unie, waaronder ook Nederland, voert met oude koloniën, vooral in Afrika, over vrijhandelsverdragen, de zogenaamde EPA's. En deze vrijhandelsverdragen betekenen dat arme landen in vooral Afrika worden gedwongen om hun markten voor 80% te liberaliseren. Wat grote negatieve gevolgen heeft voor boeren, beginnende industrieën en de mensen in deze landen. En daarom zijn we hier vandaag als SP bij deze demonstratie voor het gebouw van de Europese Commissie in Brussel. Uitleggen wat nou eigenlijk zo slecht is aan die EPA-onderhandelingen? Wel, het probleem is dat EPA's eigenlijk vrijhandelsakkoorden zijn. En vrijhandelsakkoorden, volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie, wil zeggen dat de landen die daarin meedoen, die moeten hun invoertarieven afschaffen. Dus niet verlagen, niet verminderen, maar afschaffen voor het grootste gedeelte van hun handel. Nu, de ACP-landen, die bestaat voor het merendeel uit minst ontwikkelde landen. Wat zijn dat, de ACP-landen? Dat is een groep van 78 landen uit Afrika, de Caribe en de Stille Oceaan. Dat zijn landen die oud-kolonisch zijn van Europa en die al 30 jaar een samenwerkingsakkoord hebben met Europa. En in dat akkoord staat dat zij vrije toegang krijgen tot de Europese markt, net omdat zij zo weinig ontwikkeld zijn. Europa wil daar een eind aan brengen, aan die bevoorrechte marktoegang. We willen een vrijhandelsakkoord afsluiten, waarbij zowel Europa als de ACP hun tarieven verlagen wederzijds. Dus de ACP-landen zullen hun markten moeten openen voor uitvoer uit Europa. We hebben in Nederland op de tv kunnen zien dat kippendelen uit onder andere uit Nederland, ja, dat die de Ghanese markt overspoelen en dat daardoor Ghanese boeren in de problemen komen. Is dat ook iets wat jou bekend is uit de familie en vrienden die je waarschijnlijk in Ghana hebt? Ja, dus het is duidelijk tegenwoordig wat je vindt is gewoon wat is dat, gevrozen of bevroren kippen van Nederland of van Frankrijk. En eigenlijk er is nu heel weinig productie van kip of veeteelt in Ghana. Er waren zoveel mensen, en ook onder andere mijn familieleden, die ook eigenlijk bezig waren in veeteelt. Maar die gaan allemaal, die kunnen niet meer concurreren met de goedkope kip van Europa, die eigenlijk gesubsidieerd is. Dus wij denken dat een oneerlijke handel is met gesubsidieerde producten vanuit Europa. Die moeten concurreren met mensen die eigenlijk één, weinig productie hebben, weinig inkomen hebben en dan nog eens weggejaagd uit de markt door westerse landen. Bijvoorbeeld in Senegal heeft men nog seizoenstarieven ingevoerd om Nederlandse uien tegen te houden die lokale boeren van de markt drijven bijvoorbeeld. Nederlandse uien? Nederlandse uien, ja. Nederlandse uien zijn heel goed, zijn fantastisch, zijn niet duur. En als die hier in het seizoen zijn, dan komen die, worden die massaal geëxporteerd. En dan komen die daartoe en dan veroorzaken die daar problemen voor de lokale uienboeren. Nu, op dit ogenblik kunnen de regeringen daar nog wat tegen doen en zeggen van kijk goed, nu hebben wij ons uienseizoen, nu mag er niks binnen. In het laagseizoen mag er wel wat binnen, dat kan nog. Maar als je dus die EPA's hebt en je kan dat soort grensmaatregelen niet meer nemen, ja, dan kan je het niet meer doen. Dus dat betekent dat Nederlandse uien straks het Afrikaanse boer eigenlijk moeilijker gaan maken om een fatsoenlijk inkomen te krijgen? Ja, beslist, dat is het, dat zal het resultaat zijn. We hadden ook een tomatenindustrie, hè, en die is nu helemaal kapot. Wij kunnen niet meer produceren, al die mensen zijn nu werkloos, de fabriek is gesloten. De huidige regering is nu bezig om opnieuw op te starten. Maar als je nu deze vrijhandel, de zogezegd EPA, die eigenlijk een vrijhandel is, die als die agreement ondertekend is, dat betekent dat veel meer influx van of veel meer goederen die van Europa gaat. En dan kunnen we
dan kunnen we gewoon de fabriek, de tomatenfabriek, moeten gewoon vergeten. En de mensen gewoon geen werk kunnen geven. En kunnen we hier nog iets tegen doen? Wel, op dit ogenblik is het zo dat dus de onderhandelingen normaal moeten gedaan zijn eind dit jaar. De landen zijn niet klaar. De Europese Commissie zegt van het moet getekend worden. Klaar of niet klaar, het moet getekend worden. Want anders dan gaan we jullie invoertarieven terug doen stijgen. Dan gaan we terug de oude tarieven invoeren van voor 30 jaar geleden. En dan, dat gaat jullie invoer naar Europa beletten. Ja, dit is zware druk en zware chantage. Dan kunnen zij eigenlijk niet meer, dan kunnen de Afrikaanse landen en andere arme landen niet meer goed exporteren naar Europa en onder andere ook Nederland. Ja, en er zijn dus producten die vrije markt nodig hebben. Bananen, bloemen, allerlei landbouwproducten die normaal Europa vrij mogen binnenkomen. Als deze EPA's niet ondertekend worden voor het eind van het jaar, zegt de commissie, moeten we daar ook invoerheffingen gaan opheffen. En dat gaat natuurlijk zware schade toebrengen aan de export uit die landen. Dus wij zeggen, als deze landen niet klaar zijn, gun hen de tijd om deze onderhandelingen op een goede wijze af te ronden. Geef hen daar de tijd voor. Gaan hen alleszins niet onder druk zetten. Ga alleszins geen sancties nemen en hun invoertarieven verhogen. Dat kan dus alleszins niet.